Elia, congratulations. The yellow jersey in the woning Zesdaagse. It's your first time in Rotterdam. Do you enjoy it? Yeah, sure. It's a super nice event, and with the people come like tonight, it's really really special. So the atmosphere is nice, and we try to do our best, you know, to go in the leader jersey, and then now we have 2 days to go, and yeah, we try to defend it. The point, we are really close with the points, but yeah, it's always good to be in front and then let the other follow us. So tonight was the first long chase, and we play well in that one, and yeah, we play mainly all our cards in this race today to keep the lead, and that's worked out. So yeah, we are pretty happy with that. And the yellow jersey, is the first time for you? I wear the yellow jersey on the road on Dauphiné, and that was pretty special because as you know, when you wear a yellow jersey in the Aso race, you have this lion, and it's a special prize for every rider. But yeah, yellow jersey is a really nice color to wear, and in the cycling, when you wear yellow, that means you are leader. So we really enjoy that, and then we'll see tomorrow. Thank you. Vincent, ja, aan de leiding in je thuiswedstrijd eigenlijk. Hoe voelt dat? Ja, super. Ja, ik kan niet anders zeggen dan super. Want ja, Rotterdam, ja, je hebt wel vaak hier gereden natuurlijk. Maar ja, om hier nu in de grote Zesdaagse aan de leiding te staan, ja, dat moet wel bijzonder zijn. Ja, voor het eerste keer wel bij de elite, dus dat was ook wel spannend. Gelukkig heb ik een hele ervaren maat natuurlijk met Elia, die me ja, super er doorheen gids, zeg maar. Wat steek je van hem op? Ja, tijdens de koers gewoon heel veel kleine tactische dingen, wachten, gaan, omhoog sturen, zulke soort kleine dingen. Die hij me dan meegeeft en ja, dat is super handig. Is het ook belangrijk voor jouw ontwikkeling dat je met zo'n ervaren renner een keer in Rotterdam rijdt? Ja, ik denk zeker dat het geen kwaad kan, nee. En nu de komende 2 dagen, ja, je staat aan de leiding. Hebben jullie een plan? Nee, we hebben nog geen plan. En als ik hem had, zou ik hem ook niet zeggen. Nee, we moeten nog even over nadenken. Kijk, met punten staan we super dicht bij elkaar. En Nicky en Juri zijn super sterk. En de Belgen staan super dicht achter ons. Dus ja, het wordt nog heel spannend, denk ik. Staan nog, ja, als ik naar het scorebord kijk, er staan nog 5 ploegen binnen 2 rondes. Dus het kan nog alle kanten op, denk ik. Ja, daarom. En misschien is het schil ook wel een beetje het gevaar. Maar ja, we zullen moeten opletten. Ja.